Het is tijd om te feesten in Paleis Huis ten Bosch. Prinses Alexia vierde maandag haar 18e verjaardag. Morgen zie je een Blue Blood special over Alexia op NPO 2. Maar je kunt al genieten van de mooiste foto's van de prinses sinds ze een baby was. Alexia is op 26 juni 2005 geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Koning Willem-Alexander maakte deze foto van Alexia in 2007. Deze foto is ook gemaakt door Willem-Alexander. Hij nam de foto in Argentinië. Vakantie in Tavernel, Italië, in het pension van prinses Beatrix. Tijdens de kerstvakantie is het gezin meestal in Argentinië. Deze prachtige foto van Alexia is gemaakt in 2014. We ontmoeten Alexia meestal tijdens fotoshoots in de zomer. Tijdens een skivakanties in Lech, Oostenrijk, 2016. Net als haar zusjes is de prinses er bijna elk jaar op Koningsdag. Fotograaf Erwin Olaf maakte onder andere deze prachtige foto ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Willem-Alexander. Alexia draagt zomerkleding tijdens de zomerfotoshoot van 2018. Voor Koningsdag 2019 in Amersfoort droeg Alexia een prachtige hoge knot. In 2020 zien we Alexia voor het laatst op skivakanties in Oostenrijk. In 2020 deelt het Koninklijk Huis een nieuwe foto van Alexia, gemaakt op Paleis Noordeinde. Tijdens Koningsdag 2021 in Eindhoven vertelt de prinses over haar tweede rol in het gezin en haar toekomst. Op de lange termijn weet ik het niet, maar ik vind het wel leuk dat ik later iets met mijn hobby kan doen. Alexia verschijnt vaak in stijlvolle groene outfits. Trong gia đình và tương lai của mình, tôi không biết lâu dài nhưng tôi thích rằng sau này tôi có thể làm điều gì đó với sở thích của mình. Alexia thường xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh lá cây sành điệu.